Heb jij misschien zin om even een hapje te eten? Ik lees net in jouw blad dat brasserie accolade zo goed is. Oh, ja, dat lijkt me leuk. Oké. Wil je eerst misschien omkleden? We kunnen ook gewoon hier blijven. Laten we wat lekkere sandwiches klaarmaken. Nou, ik dacht, je bent al een tijdje niet meer buiten geweest. Dus. Nee, dan. Ik vind het wel fijn eigenlijk zo. Ik kom helemaal tot rust. Zit je nog een beetje met vannacht? Daar hebben we het over gehad, toch? Ik zit helemaal nergens mee. Echt niet. Had ik het niet over J Magazine moeten hebben? Omdat het daar allemaal mee begonnen is. Zullen we het ergens anders over hebben? Ja, natuurlijk. Neem me niet kwalijk. Hey. Ik durf gewoon niet meer naar buiten. Zelfs niet met jou. Maar dat hoeft ook helemaal niet. En wat als het nou gewoon zo blijft? Als het nooit meer over gaat? Luister nou, het is heel normaal dat je nu een terugslag hebt naar alles wat er gebeurd is. Maar dat komt goed. Geloof me. Neem me er echt niet in. Oh, ja, straks. En echt verrukkelijk. Ik ben gewoon mezelf niet. Sinds die paniekaanval in Sapsalon. Bang. Maar zelfs als ik niet bang ben, ben ik nog bang. Dat ik bang word. Is dat leuk? Nee, je zegt dat grappig. Hey, ik begrijp heus hoe je je voelt. Volgens mij heb jij nog nooit zoiets meegemaakt. Nou, ik ben ooit neergeknald door mijn eigen vrouw. Ik wil alleen maar zeggen, als het moet, kan een mens een hele hoop aan. En jij dus ook. En daar ben je nog niet aan toe en je moet ook zeker niks forceren. Maar het moment gaat komen dat je je beter voelt. Maar dit heb ik nog nooit gevoeld. Alsof de bedreiging van buitenaf komt, maar ook van binnenuit. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Ik ben er.